De NPS maakt zich ernstige zorgen over de telling van de stemmen in Paramaribo. NPS-voorzitter Rusland is bang dat er fraude kan worden gepleegd bij het verwerken van de informatie. Nou, u weet dat we ons ernstig zorgen maken over het fraudeprobleem bij deze verkiezingen, omdat we vermoeden dat er in 2015 toch dingen zijn gebeurd waar we eigenlijk te laat onze zorgen over konden hebben. Maar dit keer willen we dus dat niet laten gebeuren. We hebben allerlei geruchten gehoord. Er zijn verschillende geruchten, laten we dat zo noemen, op dit moment, die zorgen baren. En wij hebben besloten om hier aanwezig te zijn, om precies te zien wat er gebeurt. Op basis van die geruchten en wat we zelf hier waarnemen, moeten we zeggen dat we toch wel de zaak volgen. Vragen die ik heb zijn onder andere van, zijn er op alle stembureaus de biljetten uitgeteld en is er een procesverbaal gemaakt op basis van de resultaten en dat opgeplakt tegen de muren in het stemlokaal, omdat dat de wet is. Ik weet niet of dat gebeurd is, ik hoor twijfels. Niemand kan precies zeggen of dat gebeurd is. Als dat niet gebeurd is, dan begrijpt u dat er een heleboel ruimte is om zaken te doen die niet correct zijn, om fraude te plegen. De NPS-voorzitter is er nog steeds niet van overtuigd dat de NPS geen zetel heeft gehaald in Coroni. Volgens zijn informatie hebben mensen die niet in Coroni wonen hun stem daar uitgebracht op aangeven van de NDP. We hebben overigens wel al indicaties dat dingen niet goed zijn gegaan. Zeker in bijvoorbeeld Coroni, waarbij wij als NPS verwachten dat wij een zetel zouden halen. Maar wat merken we daar gedurende de hele dag? Tijdens het stemmen kregen we berichten uit Coroni dat er mensen hun stem uit gingen brengen in Coroni die niet van Coroni waren. Die men niet kent en de mensen wisten niet eens waar ze precies waren. Dat is een kwalijke zaak. En als we uitgaan van het feit dat er een paar bussen direct gestuurd zijn, ik begrijp zelfs dat er legerbussen zijn, als dat niet zo is, vergeef mij, maar dat hebben wij begrepen, dan is dat onacceptabel. En natuurlijk zie je dat het resultaat, zoals ik eerder zei, is dat wij zogenaamd die zetel verloren hebben op 63 stemmen of 83 stemmen. Dat is precies het aantal dat binnen, zeg maar, de mensen die met de bussen daar naartoe zijn gegaan, dat gecoverd is. Dat was NPS-voorzitter Gregory Rusland vandaag in de Anthony Nesty Sporthal. Zijn partij zal bij het onafhankelijk kiesbureau het verzoek doen om de kwestie Coroni te onderzoeken. Op basis van de voorlopige cijfers staat de VHP landelijk op 14 zetels, de NDP op 7 en de NPS op 2.